Het is 1 jaar na de Russische invasie in Oekraïne. Nieuwe ontwikkelingen over Nord Stream. 80 jaar na Stalingrad bedreigen Duitse tanks opnieuw Russisch-talige en Russisch gezinde steden en dorpen. Wat kunnen we verwachten van het Russisch voorjaarsoffensief? Kees van der Peil, oud-hoogleraar internationale betrekkingen, is hier met nieuwe informatie en nieuwe inzichten. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Ab Gieterink en mijn gast vandaag is wederom Kees van der Peil. Hartelijk welkom, Kees. Ja, dankjewel. We gaan even beginnen met een paar boeken die jij hebt meegenomen. Waar je erg trots op bent, hoorde ik al. Ja. Flight MH17, Ukraine and the New Cold War. Iets wat je... Wat staat daarin? Want in feite is het 4 keer hetzelfde boek, ja. Begrijp ik. Want dit is de Russische vertaling. Dit is de Portugese vertaling. En dit is de Duitse. Der Abschussflug MH17, die Ukraine und der Neue Kalte Krieg. Ja, ja, het interessante is eigenlijk dat alle uitgevers hebben gedacht dat het echt over dat vliegtuigongeluk gaat. Maar dat is niet zo, want dit boek heette oorspronkelijk Prism of Disaster. Dus een prisma van een grote ramp. Ja. Dus je kijkt door een klein gebeurtenis en door die gebeurtenis heen zie je eigenlijk alle krachten die die grote ramp gaan veroorzaken. Maar de uitgever die zei ja, we moeten dit bovenaan hebben, want dan verkoopt het meer. En de anderen die kwamen met enorme sensationele foto's van brandende vliegtuigen. En dat is jammer, want het is een boek wat gaat voornamelijk over Oekraïne en de nieuwe Koude Oorlog. Ja, ja. Dat zijn de achtergrondartikelen. En ditzelfde boek, wat in Nederland dus volledig doodgezwegen werd. Ik weet nog dat de ombudsman van de NRC, die was bij een proces wat tegen Erik van der Beek, die wel een echte kenner is van dat vliegtuigongeluk. Ja. Vroeg die ombudsman aan mij, waarom heb je dat bij zo'n universiteitspers uitgegeven? En toen zei ik terug... Nou, zodat jullie er niet omheen kunnen. Nou, dat was dus lelijk misgerekend door mij. Want er is geen woord aan gewijd. Maar goed, nu komt het in een Nederlandse, eindelijk in Nederlandse bewerking bij de Blauwe Tijger. En daar heet het ook de tragedie van Oekraïne. En daar zit dit verhaal wel in, maar nog 3 hoofdstukken erbij. En dat gaat dan over de meer recente, ja, laatste jaren. Ook, ja. Ja. Maar de eerste hoofdstukken, omdat die voorgeschiedenis zo belangrijk is, die zitten er ook in. Ja. In enigszins bewerkt. Oh, ja. En diezelfde editie komt nu uit in Polen, tot mijn verbazing. En die heb ik toevallig gisteren, heb ik het aanvullende hoofdstuk daarvoor opgestuurd. Want ik begreep daar vroeger zo om. Ja, tot mijn verbazing kwam op een gegeven moment het verzoek uit van de uitgeverij Miesel Polska. Dat is een uitgeverij die in de tijd is opgericht door het Poolse verzet tegen de nazi-bezetting. Dus die dateert van 1941. Ze hebben een eigen uitgever arm en ze hebben een tijdschrift. Daar heb ik al een keer een interview in gehad. En door een reeks toevalligheden, omdat zij wilden in eerste instantie mijn boek over de pandemie vertalen. Ja, misschien ook daar nog wat over, want ik begrijp dat ook dat boek, Pandemie van de Angst, wat hier een bestseller, in ieder geval een successtory is, ja, 4 drukken. Binnen de kring, hoeveel? 4 drukken. 4 drukken, ja. Heel goed. Samen hoeveel? Ja, dat durf ik niet te zeggen, ik denk 10.000. Ja, schatting. Ja. Maar dat in allerlei talen vertaald is. Nou, welke? In een aantal. Dus in het is een Amerikaanse editie. Ja. States of Emergency heet die. Ja. Want er waren al 10 titels bij op Amazon met pandemie en angst. Mm. En er is een, ook een Duitse, mm-hmm, die belagert de wereld. Er is een... die Poolse dus. Dat was de eerste aanleiding om met die Polen in contact te komen. Er is nu net uit een Franse editie, Pandemie de la Peur, dus dat ligt iets dichter bij het origineel. En er komt volgende maand in Italië. En de uitgevers worden steeds groter, dat is op zich wel interessant. Aanvankelijk had ik dus echt... Met grote uitgevers heb je meer uitspraak. Nou, die hebben meer bereik. Maar je ziet ook dat de aanvankelijke taboe op die onderwerpen neemt af. Ja. Dus men is... En in Italië komt het uit bij Asterias... Ja. Editoren, volgende maand. En dat ook door een vertaalster.
uit ja, linkse... ja. Ik heb jou net voorgesteld dat wij eigenlijk een debat zouden moeten hebben over Oekraïne met Rob de Wijk. Het probleem is wel, Rob de Wijk komt niet verder dan één boekje, toch? Nou, dat moet je aan hem zelf vragen. Maar het is niet iemand... Kijk, er is net een onbegrijpelijk door de SP een bijeenkomst in de Kamer georganiseerd door deskundigen. En ik doe altijd een stap terug als het woord deskundige valt, want ja, dat moet maar blijken wat je ervan weet. Mm. En als ik dan zie dat daar zitten een paar oud-militairen, iemand van Klingendaal en Rob de Wijk, die dus zijn eigen ja, soort think tank heeft, die voor buitenlandse zaken en defensie werkt. En hij heeft dan ook hoogleraar, ik meen in Leiden. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat de SP niet in staat is om in ieder geval één, ik hoef niet per se te zijn, maar niet één afwijkende stem in zo'n gesprek. Dat is ook een schandaal. Maar dan zie je dat die mensen, er stond dus een verslag in de andere krant, door Erik, en daar stond dan bij dat de sprekers het eens waren dat het doel van deze, van Poetin, alles wordt gepersonifieerd en gecondenseerd in de persoon van de president, dat het doel van hem is het herstel van de Sovjet-Unie en het vestigen van een groot Russisch Rijk. Ja. Nou begrijp ik wel, als je een hekel aan iemand hebt, dat je er nog wat bij moet verzinnen. Maar je moet er werkelijk niets van begrepen hebben. Niets van begrepen. Maar goed, het is duidelijk. Dat de hele politiek, westerse media en wetenschap als een soort conglomeraat ook een soort paranoiabeeld heeft ontwikkeld, waarin ze elkaar bevestigen, ja, en zich gewoon niet willen afvragen wat de tegenpartij denkt, ook niet willen luisteren naar wat de tegenpartij denkt en eigenlijk alleen maar een enorme muur van wantrouwen zien. Ja, dat niet alleen, maar men is ook bereid om over essentiële feiten heen te stappen, die gewoon feit zijn in de zin van, het is een gebeurtenis die je niet kan ontkennen. Je kan dus allerlei... Waar denk je nou aan bijvoorbeeld? Nou ja, de staatsgreep in 2014. Die in dit boek trouwens... Echt, die wordt ontkend? Ja, dat noemt men de revolutie van de waardigheid. Ja. Maar op het moment dat je zegt, ja, maar het was een revolutie voor de waardigheid, maar het was dus toch ook een staatsgreep. Nou, het begon als een revolutie van de waardigheid, als je het zo per se wil noemen. Ja. Maar toen zijn er 100 mensen doodgeschoten, ja, waarvan de, 20 of 30 politieagenten. Dat is niet waarschijnlijk de politie zijn eigen mensen doodschiet. Dus daar is iets anders achter. Ja. En die opstand van, laten we zeggen, de middenklasse tegen het plunderen, die is op een gegeven moment overgenomen door de Oekraïense ultra's die uiteindelijk aan de macht zijn geholpen. Ja, maar het is toch heel simpel. Als jij een gekozen president, ja, als Janukovic was door de meerderheid van de bevolking gekozen, als je die met geweld wegzendt, 100 Russisch-Oekraïnse parlementariërs die met geweld wegvluchten, dan heet dat toch een staatsgreep. Dat is geen ander woord voor. Ja. Maar ook wat heel belangrijk is en wat in dit boek echt van uur tot uur wordt beschreven op een gegeven moment, is het verschijnen, een vergadering, terwijl de EU ministers van Buitenlandse Zaken met Janukovic en de oppositie aan het overleggen zijn om uit de impasse te komen. Wordt tegelijkertijd in de Duitse ambassade in Kiev een overleg gevoerd waarbij de Amerikanen ook aanwezig zijn. En daar verschijnt André Parubi, het hoofd van de gewapende arm van de Maidan-ultra's en een echte fascist, hè, zoals we ze in Nederland niet meer hebben. En die komt daar met een ultimatum. Want ze hebben namelijk net een groot arsenaal van Kalashnikovs in Lviv buitgemaakt. En hij dreigt, die halen we naar Kiev. En dan schieten we zo over. Ja, en als jullie, er werd dus al geschoten. En als jullie niet meewerken aan het onmiddellijk verwijderen nu van Janukovic, dan wordt het een bloedbad. Ja. Dat is wat hij letterlijk zegt. Ja. En de volgende dag is, die Janukovic is van alles aan te merken. Een van de redenen bijvoorbeeld waarom Poetin niet is ingegaan op Janukovic's verzoek om in te grijpen en hem als president in het zadel te houden, is omdat Poetin persoonlijk een enorme hekel had aan Janukovic. Yeah. Want die heeft namelijk van zijn positie misbruik gemaakt, vooral zijn zoons ook hoor.
Om zelf ook oligarch te worden. Ja, ja, ja. Ik wil het even hebben. We hebben het even gehad over 2014. Er is daar heel veel over gezegd. We gaan even focussen op Nord Stream. Ja. Ja? Allereerst de pijplijn. Wat zijn de achtergronden, de bouw en de ontwikkeling, de betekenis van die pijplijn? Ja, kijk, die pijplijn, daar moet je van begrijpen dat het meeste gas, want het ging ook een hoeveelheid door Polen, maar het meeste gas ging via Oekraïne. En het meeste rijkdom in Oekraïne werd vergaard door de gastransport. Gastransport en gasdistributie. Ja. Enzovoort. Dus alle oligarchen zijn eigenlijk zeker in eerste instantie rijk geworden door zich een deel van die gasdistributie toe te eigenen. Maar Russisch gas, Oekraïne dreef in feite op de transport van Russisch gas. Ja, hoofdzakelijk. En natuurlijk ook op de export van zonnebloemolie en een aantal andere primaire. Ja, er is nog veel meer over die economie te zeggen. Maar gas was natuurlijk zo belangrijk. En ook, vergeet niet, het gas moet door buizen heen en die buizen moesten geleverd worden en ga zo maar door. Dus ook een van de grote oligarchen is Pinchuk, de schoonzoon van president Kuchma. Een heel belangrijke figuur die 10 jaar lang president is geweest. En die Pinchuk die is groot geworden als pijpleinkoning. Die leverde namelijk steeds de pijpleidingen die nodig waren voor weer een extra buis en ga zo maar door. Maar er waren voortdurend onderbrekingen van gas omdat Oekraïne niet betaalde. Om een heleboel redenen, namelijk betalen, dat is geld weggeven. En dat staat tegenover geld in je zak steken. En dat laatste was dus veel populairer. Kijk, zij hebben een vorm van corruptie die nog hoort bij het ABC van corruptie. Namelijk, er ligt daar wat geld en jij pakt het en je doet het in je zak. Wij hebben hoogontwikkelde vormen van corruptie. Want ik word ook wel eens eigenlijk opstandig als ik denk, waarom moeten wij dat land steeds corrupt noemen, terwijl ons eigen land, waar vliegtuigen gekocht worden die niet kunnen vliegen en nog een heleboel andere zaken en de ziektekostenverzekering verkocht worden aan de hoogstbiedende. Wij zijn ook corrupt. Maar goed, daar was een hele primitieve vorm van corruptie. En door die corruptie kwam het tot 2 maal toe tot stopzetting van de Russische gasleverantie. Want helaas is Rusland ook geprivatiseerd en Gazprom wil gewoon geld hebben voor dat gas wat zij leveren. Ja. Nou, toen is het plan ontstaan in Rusland om een soort tangbeweging te maken met pijpleidingen. Ja. Eén door de Oostzee, direct naar het Duitse Greifswald vanuit Rusland. En één door de Zwarte Zee naar Bulgarije. Nord Stream en South Stream. En Turk Stream heb je nou ook nog. Nee, die is later. Yeah. En toen hebben ze dat heel slim gespeeld. Zij zijn namelijk naar de regering van, de toen vertrekkende regering van Gerhard Schröder gegaan. En tegen Schröder hebben ze gezegd, wil jij geen hoofd worden van de werkmaatschappij die die pijplijn gaat exploiteren? Nou, dat wilde Schröder best. En dat is hij nog steeds. Vervolgens gingen ze naar Romano Prodi, een oud-directeur van Fiat, hoofd van de Europese Commissie, oud-premier van Italië, en zeiden, wil jij geen hoofd worden van South Stream? Nee, zei Prodi, die waarschijnlijk al meer wist over hoe dat aangepakt ging worden. In ieder geval, om een lang verhaal kort te maken, South Stream is nooit doorgegaan, omdat vanuit Amerika werd gezegd, wij willen helemaal niet dat er een pijplijn die om Oekraïne heen direct naar Italië gaat. En van Italië dan naar Oostenrijk. Want daar is... Daar hebben de Amerikanen hebben dat geprobeerd. Ja. Die hebben toen... En waarom wilden ze dat het Russisch gas door Oekraïne blijft slepen dan? Nou, omdat zij... Zij controleerden Oekraïne meer. Maar zeker na 2014. Maar dit was ruim voor 2014. Ja. Ja. Zij wilden gewoon de vervlechting tussen West-Europa en het achterliggende Azië, dat die zich niet ging consolideren. Ja. En dat heeft allemaal, had niks met Poetin te maken. Nee. Zuiver een puur geopolitieke en geo-economische vervlechting die men tot iedere prijs wilde
verhinderen. En toen is gezegd... West-Europa en moet Rusland moet niet economisch vervlechten, maar want dat betekent ze moeten tegenover elkaar blijven staan. Precies, want West-Europa moet aan de Atlantische zijde blijven. Tuurlijk, anders zouden wij vandaag de dag nog nooit bereid zijn om bijvoorbeeld mee te gaan in een oorlogshysterie tegen Rusland als wij bloeiende economische betrekkingen hadden met Rusland, met Polen, met noem alles maar op wat zich aan die kant bevindt. Nou, in ieder geval toen is in 2007, nadat Prodi dus had gezegd, nou ik doe dat liever niet, kwamen al rapporten uit Amerika van het Hudson Institute enzovoort, waarin werd gezegd van nou kijk, een pijplijn door de Zwarte Zee, die kan je het makkelijkste verhinderen door te zorgen dat het onrustig wordt in die regio. Dat stond er letterlijk in. Nou, je kan zeggen dat uiteindelijk, en daar speelde ook nog mee dat Medvedev was dus president van 2008, na de tweede termijn van Poetin, was hij even interim president tot 2012. En ja, daarvoor was hij premier, ook daarna was hij premier, precies, en nu is hij vicevoorzitter van de Veiligheidsraad. Juist, juist. En men dacht toen, die Medvedev die is corrupt. Ja, die heeft, ik meen, 6 of 7 landgoederen in Florence en noem alles maar op. Ja. En dus ze dachten, maar nou, met die man is wel te werken. Poetin was natuurlijk in hun ogen een gemeen mannetje, veel te principieel. Dus men dacht in die jaren 2008... Poetin is een te principiële man, zeg jij. Dat is jouw Dat is voor mij van een afstand natuurlijk heel moeilijk om dat soort persoonlijkheidsoordelen te vestigen. Maar het is niet, in ieder geval evident dat hij een rechtlijniger visie heeft op het belang van Rusland en de Russen buiten Rusland. Ook zijn uitspraak dat het een grote tragedie is dat de Sovjet-Unie is ingestort. Daar bedoelt hij niet mee, ik wil terug naar het staatssocialisme, want dat wil hij juist niet. Het betekent ook niet, ik wil de Sovjet-Unie instellen. Nee. Hij stelt alleen vast, het is een enorm probleem. Ja. Er is een probleem ontstaan, want er wonen 25 miljoen Russen buiten de Russische Federatie. Om maar iets te noemen. Ja. Nou, en denk aan, 2007 is dus het voorstel om South Stream te beginnen. 2008 tot 12 hoopt men dat onder Medvedev eigenlijk allemaal weer een beetje de Yeltsin-verhouding kan worden hersteld. Mm. 2012 blijkt dat de bouw van het pompstation aan de Russische kant, aan de Zwarte Zee, in volle gang is. En dan begint men Bulgarije onder druk te zetten om niet die pijplijn te laten aanlanden. En uiteindelijk is via het inhouden van EU-subsidies is verhinderd dat Bulgarije daar nog samenwerkte met Rusland. Men heeft alles geprobeerd. Milieueisen, het hele... Maar de EU, dat is wel moeilijk te begrijpen. Jij zegt dus, niet alleen de Amerikanen, ook de EU heeft de South Stream gesaboteerd, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Want het is toch met name voor Oost-Europa een hele belangrijke bron van niet alleen inkomsten, maar ook goedkoop gas en daarmee voor economische toekomst. Ja, maar goed, zij hadden ook meer een belang om Oekraïne sterker. Kijk, Oekraïne is altijd een opmarsgebied voor Duitsland geweest in 2 wereldoorlogen. En heeft, het was natuurlijk, kijk, we moeten niet sentimenteel zijn, hè, dat het prachtige pijpleidingen zijn enzovoort. Het was evident dat de bedoeling was om het slecht betalende, corrupte Oekraïne te passeren met een tang van 2 pijpleidingen, 1 door Noord, 1 door Zuid. Nou, maar dit betekent ook gewoon dat men niet afhankelijk meer wilde zijn voor een toch wel redelijk vijandig zich opstellend Oekraïne ten opzichte van Rusland. Nou ja, dat is ook logisch toch eigenlijk? Er was voortdurend ruzie, ook met politici die tamelijk pro-Russisch waren. Dus Kuchma was een voorbeeld van een oude Sovjet-apparatschik. Die toch mogelijkheden zag, met name door zijn schoonzoon Pinchuk, die ik net al noemde, de pijpleinkoning, mogelijkheden zag om zijn eigen machtspositie, een eigen rol te gaan spelen. En op een gegeven moment heeft Kuchma gezegd, wij zijn geen Zwitserland. Als wij bij de NAVO willen, dan moet dat ons vrijstaan. Tegelijkertijd deed hij dat helemaal niet, want ik ben zelf in 2008 notabene in Kiev geweest, zittend naast Kuchma. Oh ja? Ja, ja, ja. Bij het zogenaamde Oekraïense Forum. En dat was naar aanleiding, was in november, dat was naar aanleiding van de catastrofale oorlog die gevoerd was door Georgië
tegen Rusland, die bij ons in de media heet de Russische invasie. Maar het was geen Russische invasie. Het was een Russische tegenaanval tegen een door Georgië begonnen poging om met geweld een van de vele afgescheidene politische Zuid-Ossetië terug te pakken. Ja, ja. En daar met grof geweld. En de Russen hebben dat... Hebben die Zuid-Ossetiërs geholpen. En hebben vanuit Noord-Ossetië. Die tunnel door de... wat ook militair gesproken een catastrofe is geweest. Heeft men ingezien dat de hele militaire macht van Rusland moet gereorganiseerd worden. Want we kunnen niet eens het zielige Georgië wegvoeren. Ja, en nou ja, het Westen heeft daar ook conclusies uit getrokken, want die is toen begonnen met de opbouw van de Oekraïnse strijdmacht. Ja. Vergeet niet dat een van de redenen. Want voor het begrip, eigenlijk zeg jij in 2008, is het Westen, met name de Amerikanen via de NATO, hebben support gepleegd, hebben wapens daar geplaatst in de Oekraïne en de Oekraïnse strijdmacht helpen opbouwen. Nee, dat is na 2014 pas volle kracht vooruit gegaan. Ja. Nee, je moet niet vergeten dat 2008 was een verkiezingsjaar in Amerika toen Obama het stokje overnam van George Bush junior. Ja. En tegelijkertijd was het een grote financiële crisis en Amerika was toen even helemaal uit beeld. En toen heeft de EU een aantal taken overgenomen. Ook wordt dat in dit boek uitvoerig toegelicht. Een aantal plannen die in Amerika waren gemaakt, nog ten tijde van Bush, over het in conflict storten en in een crisis storten van een land en het vervolgens opbouwen naar een neoliberaal model. Dus alles geprivatiseerd, bezuinigingen, noem alles maar op. Mm-hmm. Maar in 2008 was men even niet in de positie om dat vanuit Amerika te realiseren. En toen heeft Europa dat overgenomen. En daar speelt weer, maar dan moet ik echt ophouden met voetnoten. Daar speelt weer dat in Europa natuurlijk het project voor de Europese grondwet was afgestemd in Frankrijk en in Nederland. Ja. En toen is in plaats ervan gekomen het verdrag van Lissabon. Waar precies hetzelfde in staat, maar waarbij je geen referendum meer hoeft te houden. En in dat verdrag is ook duidelijk geworden dat wij eigenlijk niet langer afwijken qua defensiepolitiek van de NAVO. Dus Europa is door dat verdrag van Lissabon en de zogenaamde gemeenschappelijke Europese buitenlandse en onderdeel van de NAVO geworden. Ja. Even terug naar Nord Stream, want daar hadden we het over. Ja. We wijken af. Op een bepaald moment is Nord Stream is niet in werking getreden. Nord Stream 2 was af, maar het werd niet in werking gezet. Hoe is dat precies gegaan? Nou, precies. Er is dus naast de eerste Nord Stream was geen probleem. Ja, was in de ogen van een heleboel mensen natuurlijk wel een probleem, maar die was er en die leverde gas. Ja. Schröder als sleutelfiguur. Om de connectie met Duitsland en de verdere distributie zeker te stellen. Toen is het plan gemaakt voor een tweede Nord Stream, die parallel loopt aan de eerste. En allebei bestaan ze uit twee pijpleidingen. Dus we praten over vier pijpleidingen. Twee van twee. Toen die tweede aangelegd werd, is vanuit Polen, vanuit Amerika en vanuit de Baltische staten enorme druk uitgeoefend om dat te stoppen. Om dat op een of andere manier te verhinderen. Vergeet niet dat intussen was South Stream gesaboteerd. En daar is voor in de plaats gekomen Turk Stream. Dat niet naar Bulgarije gaat, maar naar Europees Turkije. Ja. En vanuit, ook door de Zwarte Zee. Vanuit Rusland door de Zwarte Zee naar Europese Turkije, boven Istanbul. En ook daar is al een aanslag op gepleegd. Maar die is mislukt. Door wie? Ja, ze hebben niet mij apart opgebeld om te zeggen, huilend. Maar jij vermoedt... Oekraïners. Oekraïnse duikers. Naar alle waarschijnlijkheid. Maar daar zijn nog wat andere opties, maar dan dwalen we echt te ver af. Ja. Waar het om gaat is dat voor de Turkse geschiedenis en de Turkse relatie met Rusland en de Turkse houding in de oorlog in Oekraïne,
het van enorm belang is om de gedetailleerde geschiedenis van het lot van Turkstream te begrijpen. Omdat, vergeet niet, en dat weet je nog wel, dat in diezelfde periode er een coup is gepleegd, een couppoging tegen Erdogan. En de Russen hebben, en nadat er een eerder incident was geweest waarbij een Russisch vliegtuig boven Syrië door een Turkse jager is neergehaald. Nou ja, de details voeren ons te ver. Maar onderschat niet de bereidheid van het Westen om geweld in te zetten, niets ontziend geweld, hè, waarbij ook bijvoorbeeld om het leven is gekomen op het vliegveld van Moskou, de baas van Total, de oliemaatschappij, die zich niets aantrok van Amerikaanse sancties. En oktober 2000... Total is Frans, hè? Ja, Total is Frans-Belgisch, gevestigd in 2000. En het privévliegtuig van de baas van Total, de Margerie, een absolute upperclass figuur uit Frankrijk, getrouwd met een van de beroemde erfgenamen van de Champagne-dynastie, die is daar om het leven gebracht in oktober 2014. En wie denk je dat daarachter zit dan? Ja, ook daar geldt, dat moet je speculeren. Maar het laat in ieder geval zien, ook uit... Jij gaat eruit dat westerse geheime diensten, in casu de Amerikaanse, Britse, eigenlijk bereid zijn om dit soort exercities te voeren. Met die verstanden, want je moet echt heel veel weten lang. Ik weet natuurlijk maar, laten we zeggen, 1/10 van wat van de hoofdlijnen. Ja. Maar je moet niet vergeten dat er in Rusland een maffia is, onder leiding van Semyon Mogilevich, die machtiger is dan alle maffia's van Italië en Noord-Amerika bij elkaar. Ik overdrijf nu een beetje. Maar die connecties in het Westen heeft die maken dat als men een aanslag wil plegen in Rusland, dan ligt het voor de hand dat je, en nogmaals, ik weet dat niet, maar ik vind dat je wel zinvol kan speculeren in die richting. Ligt het voor de hand dat je vraagt aan kennissen in Moskou, en die zitten dus in die kringen van die Mogilevich, om dat, de uitvoering daarvan voor hun rekening te nemen. En daar zal dan een aardig bedrag tegenover hebben gestaan. Maar denk je dat die wellicht ook een rol hebben gespeeld bij het ombrengen van de dochter van Dugin, Dugina? Nee, dat was volgens mij een Oekraïense aanslag. Maar daar weet ik echt helemaal niet. Nee. En dat is ook minder belangrijk, hè, hoe tragisch ook. We gaan even naar de waarschuwing, wat ik echt een van de meest verbijsterende filmpjes vind die ik over dit probleem ooit heb gezien. 7 februari 2022, vlak voor de invasie vorig jaar dus, waarin Biden op het Witte Huis komt met dat filmpje, of dat is gefilmd, en dan staat hij in het gezelschap van Scholz. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Misschien wil je daar nog wat over zeggen, want dat is een van de belangrijkste bewijzen van het feit dat de Amerikanen verantwoordelijk zijn voor het opblazen van Nord Stream. Nou, ik zou dat echt heel anders inkleden, om de volgende redenen. Op de dag dat Nord Stream 1 en 2 opgeblazen werden, werd tegelijkertijd plechtig een nieuwe pijplijn geopend. Namelijk een pijplijn die loopt van het Noorse gasveld in de Noordzee, via overland, via Denemarken, naar Polen. Ja. Op allebei op 26 september 2022. Ja, het is wel heel erg toevallig. Niet te geloven. Ja. En vervolgens wordt aan de Poolse premier, het was in aanwezigheid van de premiers van Zweden en Denemarken, als ik me niet vergis. Denemarken als direct betrokken land en Zweden, daar wil ik even van af zijn. Maar
Vervolgens werd aan de Poolse premier gevraagd van ja, dat is toch wel erg toevallig. Hè? Je blaast de pijplijn wordt opgeblazen. En De nieuwe gaat open. Ja, en jullie gaan open. Ja, zegt de premier van Polen, dat is inderdaad heel toevallig. Maar het laat vooral zien dat de Russen bereid zijn om de hele Europese economie op te blazen. Als het maar in hun belang. Zo'n soort verhaal. Yeah. Nou, en kijk wat, wat Hirsch heeft gedaan. Seymour Hirsch, ooit een gevierd journalist die overal toegang had. Vandaag de dag iemand die zich bij een tamelijk obscure website moet melden om nog ergens zijn verhaal kwijt te kunnen. Want die wordt volledig geboycott. Ja. Kijk wat Seymour Hirsch. Hij was overigens een zeer gevierd met de Pulitzerprijs onderscheiden onderzoeksjournalist. Hij is 85 jaar. Ja. Hij heeft hele grote dingen gedaan en was redacteur bij de New York Times vroeger. Ja. En nu heeft hij inderdaad zijn eigen website en komt met dit artikel. Maar goed, het artikel heeft natuurlijk wel heel veel aandacht gekregen. Nou ja, kijk, het is natuurlijk iemand zoals hij zet niet zijn reputatie op het spel met een verhaal waarvan later aangetoond kan worden dat het flauwekul is. Nee. Hij heeft natuurlijk contacten op allerlei plekken en er zijn een heleboel mensen, zoals hij ook in zijn artikel zelf laat zien. Nee. Er zijn een heleboel mensen die in de onderhandelingen die plaatsvonden vanaf, als ik me niet vergis, december 2022. Toen was al een geheim overleg waarin gezegd werd, mochten de Russen overgaan tot geweld tegen Oekraïne, dan moeten wij als optie hebben het uitschakelen van de gasvoorziening naar Duitsland. Ja. Daar is dus maanden over vergaderd. Maar zoals Hirsch in zijn stuk zegt, er waren een aantal mensen die direct hebben gezegd, ja, maar dat kan je niet maken. Dat is een oorlogshandeling tegen Rusland en tegen Duitsland. Ja. Duitsland is een NAVO-bondgenoot. Nou, ik zou zeggen, op grond van veronderstelling, dat een van de mensen die toen heeft gezegd, ja, maar dat kan niet, dat ook de bron is van Hirsch. Want hij zegt in het artikel dat een van de mensen die erbij was, hem heeft verteld hoe het precies is gegaan. Nou, is er heel veel kritiek gekomen op Hirsch van journalisten die een beetje ontevreden zijn dat zij niet met die scoop zijn gekomen. Maar dat is... Maar ook journalisten die gewoon Amerika en de NAVO verdedigen. En, daar luister ik niet eens naar. Nee, maar ik denk aan John Helmer van Dances with Bears. Ik denk aan P.P. Escobar. En P.P. Escobar zei bijvoorbeeld, ja, geopolitiek is een bijna kinderachtig stuk. Want hij ziet helemaal niet dat hier een strijd om verschillende aanvoerroutes van gas aan de orde is en vloeibaar gemaakt gas ook nog uit Amerika, noem alles maar op. Ja. Waar enorme geopolitieke consequenties aan vastzitten. Ja, dus maar mijn stelling in dit soort dingen is altijd, dat geeft niet. Je neemt gewoon alles bij elkaar wat je aan informatie over zo'n onderwerp kan krijgen. En je ziet dat wat die Hirsch heeft gedaan, is niet de dingen al herhalen die we eigenlijk al uit andere bronnen weten, maar nog eens één ding waar alleen hij in dit geval kennelijk... Op basis van die bron. Op basis van die bron. En dan zeggen ze, wie is die bron dan? Ja, dat zeggen ze natuurlijk niet. Je moet kijken wat... Maar dat is ook misschien de kritiek die met name ik dan in de Volkskrant las, waarin die dan geprobeerd wordt onderuit gehaald te worden. Men zegt, er is maar één bron. En die bron is niet controleerbaar. Nee, niet door Maarten Keuleman. Nee, kijk maar, je moet goed begrijpen. De Volkskrant en de NRC... Die komen mij helemaal de deur niet meer in. Dat is waardeloze informatie en hoofdzakelijk kwaadwillige leugenoperaties. Dus ik vind dat... Kwaadaardige, pro-Oekraïnse, anti-Russische propaganda. Ja, met die verstand dat ik nooit eigenlijk meer spreek over pro-Oekraïns, want ik noemde het net al dat ik daar geweest ben en... Dat is maar een kleine voetnoot. Maar als je het land even hebt meegemaakt en je hebt de mensen in een week dan dat ik daar was, elke dag intensief gesproken en met studenten overlegd. Ik mocht een lezing geven aan de Shevchenko Academie voor Diplomatie. Al dat soort dingen. Dan voel je wel, pro-Oekraïne is dat er geen oorlog zou zijn. Pro-Oekraïne is dat er geen staatsgreep zou zijn geweest. Pro-Oekraïne is dat je wanhopig probeert om van het volstrekt kunstmatig samengestelde land
via een federale inrichting zoals Zwitserland die heeft, zoals Duitsland, Amerika, Canada die hebben, de boel bij elkaar te houden. Als je dat onder druk gaat. Maar is dat ook niet wat een van de dingen is die verschrikkelijk fout is gegaan in Oekraïne, dat men gedacht heeft dat moet je nationalistisch concentreren in, als een eenheidsstaat in Kiev. En dat betekent eigenlijk dat met name de Russische taal is onderdrukt en dat de regio's eigenlijk minder ruimte kregen, waardoor er onvrede ontstond. En vervolgens, ja, het was natuurlijk ook zo dat de nationalisten op het Maidanplein die coup gepleegd hebben. Nou, die hebben de demonstraties gekaapt, ja. En vervolgens onder Amerikaanse regie tegen de voorkeuren van de EU in. Want er waren, zoals ik zei, er waren drie ministers van Buitenlandse Zaken, Duitsland, Polen en Frankrijk. Ja. Die onderhandelden met Janukovic en er was een akkoord. Een akkoord wat eigenlijk de Minsk-bepaling herhaalde. En dat is weer dat je aan de Russisch-talige, maar ook de Hongaarse-talige. Vergeet niet dat in het Westen is ook een Hongaarse minderheid. Ja, maar die is wel veel kleiner. Die is veel kleiner. Die heeft geen politieke betekenis, maar bijvoorbeeld voor Hongarije is dat een van de meest acute zorgen over wat gebeurt er aan onze oostgrens. Ja. En daar zitten onze volksgenoten, die zitten daar ook in de klem. Die hebben ook Maar zo over zo'n Hongaren, je hebt ook nog een Roemeense minderheid. En je hebt ook nog een Poolse minderheid. Toen ik in Kiev was, en ik kan daar zelf geen oordeel over vellen, toen werd mij verzekerd door, en er was toen helemaal geen grote druk, omdat over het voetlicht te krijgen, dat er wel geteld 132 naties, nationaliteiten en nationale groepen in Hongarije, of in Oekraïne zijn. En dat zijn er maar 60 minder dan in de Russische Federatie als geheel. En in de Sovjet-Unie als geheel. Ja, maar dat is dan toch ook het probleem dat De Russische federatie is ook wel is opgezet. Niet voor niks een federatie. Dat betekent dat het, dat beseffen mensen niet, want ze denken alleen maar Poetin, Poetin, Poetin. Ja, ja, ja. Maar op het moment dat je de structuur bestudeert, dan zie je dus een federatieve staat met hele verschillende soorten republieken en regio's. Wat denk je van het feit dat een van de republieken is Tatarstan? Ja. Waar de Tataren dus, ooit was heel Rusland natuurlijk een Tataarsrijk. Ja. Oekraïne ook trouwens. Maar Tatarstan had zijn eigen olie- en gasleverantie aan Oekraïne. Ja, ja. Dus er zijn in Oekraïne maatschappijen die hebben Tat in het midden van hun naam. En dat is omdat zij met Tatarstan verbonden zijn. Daarom is het ook, en dat is het probleem van een federatie. Dat is ook de reden waarom zelfs niet expliciet nationalistische politici in Oekraïne van mening waren dat het toch beter was om het Oekraïens een lift te geven en het Russisch een beetje op de achtergrond te houden. Dat ze bang waren dat het land anders helemaal niet bij elkaar zou blijven. Dat was nog voordat de coup en zo plaatsvond. Kijk, de coup heeft de macht in handen gegeven van echte fascisten. Daarvoor waren het nationalisten, soms ook redelijk. Dus de eerste nationalistische partij was Roeg. Die had ook een federalistische vleugel. Nog even terug naar Rusland. Heb jij nou het gevoel dat, zou ik maar zeggen, het federatieve karakter van Rusland, dat betekent ook de decentrale macht en de mogelijkheid om divers te kunnen zijn. Op welk niveau moet ik dat begrijpen? Op niveau van de Verenigde Staten? Met zijn 50 verschillende staten? Is dat vergelijkbaar of is Rusland centralistischer dan wel decentraler? Hoe moet ik dat zien? Nou, het is heel moeilijk te vergelijken, omdat in Amerika is behalve wat Indiaanse reservaten, is geen inheemse bevolking die een eigen grondgebied min of meer van een eigen taal, van een eigen geschiedenis, van een eigen kijk op de dingen kan voorzien. Nee. En in Rusland is in die zin een echte federatie, dat het dus een enorme lappendeken is van recht onder Moskou wonen de Mordvins. Die hebben hun eigen klederdracht, hun eigen dialect en noem alles maar op. Dus wat dat betreft is het een veel fragielere. Eigenlijk zeg jij, die reservaten, die hebben daar gewoon hun eigen staat. Ja. Hun eigen republiek. Ze zijn niet uitgeroeid en ze zijn niet
casino locaties geworden met, en waarbij een heleboel drank en drugs binnengevoerd zijn om ze rustig te houden. Ja. Nee, dat is moeilijk te vergelijken. Maar dat betekent toch dat er ook veel meer diversiteit is in cultuur. Oh ja, ja. En zelfs in talen in de Verenigde Staten. In Amerika, je hebt geen Floridianen, je hebt geen Californiërs, je hebt geen New Yorkers. Ja, wel een beetje als subcultuurtjes hier en daar. Maar het zijn geen volkeren. Nee. Nou, en in Rusland zijn het wel volkeren. En dat maakt dat de politieke... Met eigen talen ook? Ja, ik denk... Ja, Tataars is een eigen ja, taal. Het Russisch is de... Ja, Russisch lingua is de lingua franca. Ja. Ja, nou, maar kijk, een van de gevaren die... En een van de mogelijkheden... Kijk, vergeet niet dat het Westen is perfect geïnformeerd over al deze kwesties. Toen ik in Oekraïne was, werd mij verteld dat je kon in Oekraïne geld krijgen van de Ford Foundation bijvoorbeeld, mm-hmm, om een congres te organiseren op één voorwaarde, dat de taal waarin gesproken zou worden, was ofwel Oekraïens, wat heel moeilijk was in die tijd nog, omdat het Oekraïens eigenlijk op achterstand was geraakt in de tijd dat de Russische taal van het internet en noem alles maar op was, of Engels. Maar het mocht niet het Russisch. Als je het in Russisch wilde houden, was het geen subsidie. Met andere woorden, de Ford Foundation en ik neem aan vergelijkbare instanties, die waren erop uit om dat Oekraïense nationalisme van het begin af te stimuleren. Ja, ja. En datzelfde zullen ze in Rusland proberen. Wat is nou het grote probleem, zou ik zeggen, op dit moment, ook een van de zaken die door de oorlog op de spits zijn gedreven, is dat zich in Rusland een aantal warlords, hè, dus krijgsheren, hebben gemanifesteerd. Dat zijn persoonlijke vriend van Poetin, Prigozhin. Een oud gevangene uit de Sovjet-tijd die 9 jaar in de bak heeft gezeten. Dat zal niet zijn geweest voor fout parkeren. En in 1990 kwam die uit de gevangenis en is toen begonnen met een cateringbedrijf. Inmiddels een enorm restaurantketen, met kennelijk zo goed doet dat hij daar Jacques Chirac en andere gasten van Poetin te eten heeft mogen geven. Mm. Maar die heeft nu gevormd de Wagner Groep. En de Wagner Groep is een... Oh ja, huurlingenorganisatie. Yeah. Ja, tegenwoordig heet dat Private Military Company. Is een vorm van privatisering van het leger. Ja. Yeah. Die hebben ze in de Verenigde Staten ook. Oh, plenty. En in Zuid-Afrika en Engeland. Ja. Maar in de Russische verhoudingen is dat een enorm probleem aan het worden. Omdat je hebt niet alleen Prigozhin met de Wagner-groep, die dus bij Bakhmut nu de strijd leidt, eigenlijk. Mm. Daarin bijzonder langzaam vooruitkomt. Eigenlijk te langzaam zou je verwachten als je een beetje de achtergronden leest. Maar die ook in conflict is met het officiële Russische leger. Naast Prigozhin en de Wagner-groep heb je Kadyrov in Tsjetsjenië. Ja. Die ook zijn eigen leger heeft. En denk erom, dat zijn niet alleen maar manschappen met een geweer. Dat zijn dus ook met zwaar rollend materieel. Ja. Dat zijn dus echte legers. En het laatste gerucht is, maar dat is een gerucht, dat ook het bedrijf Gazprom overweegt om een tak op te zetten van een privé militaire organisatie. Om zich te beschermen, het pijpleiding te beschermen, noem alles maar op. Nou, en mijn taxatie is een beetje, door de enorme spanningen die er zijn tussen het reguliere leger, de erfgenamen van het Rode Leger, en de Wagner-groep met name, maar ook Kadyrov, die enorme kritiek heeft gehad, want het leger heeft het natuurlijk niet best gedaan. Nee. In eerste instantie. Hè. Ze zijn er met veel te zwakke. Ja. Men dacht dat men bejubeld zou worden door de Oekraïners van, zijn jullie het eindelijk, waarom zijn jullie niet eerder gekomen? Maar dat is niet zo. Er is in Oekraïne een generatie opgegroeid, ook Russisch-talige Oekraïners, die niet beter weten dat zij in een onafhankelijk land wonen. Dat land binnenvallen heeft dus een hele ernstige prijs. Dat moeten we dus niet onderschatten. Bovendien heeft een oorlog zijn eigen dynamiek, namelijk als de eerste doden. Ja, maar toch kan ik me niet voorstellen, Kees, want dit is wel een heel erg wezenlijk punt. Is het nou zo dat die mensen in die bezette gebieden graag terug willen onder de knoet van Kiev? Dat ze deel willen worden van Oekraïne? Daar geloven we toch wel helemaal niks van. Nee, omdat die mensen daar, die weten iets wat jij en ik helemaal niet weten. En dat is dat dat land en dat regime in Kiev eigenlijk al niet meer bestaat.
Kiev heeft, Zelensky bijvoorbeeld, de figuur Zelensky, heeft niet meer zijn eigen draagvlak in de oligarchenklasse. Ik heb al eens eerder verteld dat Kolomoisky was de man die hem aan de macht heeft geholpen. Ja, de oligarch Kolomoisky. Kolomoisky was de rijk op één of twee na rijkste man, na Pintsjoek, die ik al noemde, en na Akhmetov, ook een misdadiger van Tataarse afkomst. Ja. De Akhmetov is de rijkste, dan Pintsjoek en dan komt Kolomoisky. Kolomoisky had de grootste bank, privaatbank. Hij was op een gegeven moment, na de coup, werd hij gouverneur gemaakt van provincie Dniepropetrovsk. Echt het machtscentrum was, meer dan Kiev, van Oekraïne. Maar daar is hij op een gegeven moment uitgezet. Onder Amerikaanse druk is zijn bezit in Amerika en dergelijke is geconfiskeerd. Trump heeft geprobeerd Kolomoisky te gebruiken om Biden aan te pakken. Even nou terug. Jij zegt van, wat weten dan die Russische Oekraïners over de regering wat wij niet weten? Nou, zij weten dat die regering in wezen is gereduceerd tot een trekpop. De Zelensky, die zelfs zijn machtige beschermer Kolomoisky en zijn miljarden kwijt is. Want Zelensky heeft onder Amerikaanse druk Kolomoisky zijn paspoort afgenomen. De Kiev-regering is een trekpok van de Verenigde Staten en de NATO. En het PR-bureau wat de Zelensky-voorstellingen registreert. Ja, want kijk, net zoals wij hier, ik weet niet wat hier allemaal op dit groene scherm te zien is, maar als wij hier gaan staan in een gevechtskleurig t-shirtje, dan kan Renko, die kan op de achtergrond een battle scene uit de Donbass. En dan vertelt hij erbij, Ab en Kees zijn op dit moment in de Donbass bij de gevechten. Dat is namelijk helemaal geen probleem, technisch. En zo wordt Zelensky al naar gelang waar men hem hebben wil, ofwel in een gevechtssituatie, ofwel in een juichende menigte. En ja, soms zal die er ook aan. Maar ga jij dan nog even om dat onderwerp, want je weet dat is voor mij een onderwerp wat mij betreft een heel belangrijk focus is. Jij gaat er toch ook van uit dat het overgrote deel van die mensen die nu dan leven onder Russisch geziende gebieden, dat die eigenlijk bij de Russische Federatie willen en niet bij Oekraïne willen? Nou, kijk, er zijn dingen die ik weet en er zijn dingen die ik wel ongeveer kan vermoeden. Ja. Als je wil weten of de mensen in die gebieden, in die vier provincies die nu dan Russisch zijn, of die dat echt willen, dan zou mij dat niet verbazen. Maar je kan dat niet aan mij vragen. Dat moet je aan Marie-Thérèse de Haar of zo iemand vragen. Ja, die zegt dat. Die zegt dat dat zo is. Nou, maar er zijn natuurlijk ook referenda. Ja. Maar dit is natuurlijk een heel erg belangrijk punt. Namelijk. Het is belangrijk, maar kijk. Mijn inzet is, en dat was ook bij de demonstratie, prachtige bijeenkomst die we hebben gehad afgelopen zondag. Ja. Mijn inzet is, Waar ik veel van weet, is de NAVO als moordmachine van het Westen, die genadeloos is opgerukt met één doel, en dat is Rusland uiteindelijk terugkrijgen in de positie waarin het was ten tijde van Yeltsin, namelijk een permanente uitverkoop en alle grondstoffen en de arbeidskracht. Het plunderen het leger over van Rusland op die manier. Dat geopolitieke verhaal van de NAVO, want nog even terug naar die Nord Stream. Het opblazen van de Nord Stream door de Amerikanen. De Amerikanen. Laten we onze eigen rol ook niet onderschatten. De plaatsing van de bommen heeft dus plaatsgevonden. En dat zijn er weer onderdeel van de laatste berichten. Het laatste artikel van Hirsch. Het plaatsen van de bommen heeft plaatsgevonden onder rugdekking van de baltops. De jaarlijkse baltopsoefening van de NAVO. Samen met Zweden en Finland en Nederland in de Oostzee. Die was dit jaar bij het eiland Bornholm, waar de pijpleidingen ook zijn opgeblazen. De Amerikaanse zesde vloot nam daaraan deel onder een nieuwe admiraal die specialist is op het gebied van onderwateroperaties. Het doel van de baltops operatie oefeningen van dit jaar was
activiteiten onder water. Dus het naar beneden zien gaan van duikers met allerlei troep en het opereren met onderwaterdrones. Dat was allemaal helemaal normaal, want het was de officiële... En dat was gewoon daar en daar hebben ze... En daar hebben ze gebruik van gemaakt. En hebben ze die bommen geplaatst. Ja. En toen is er onrust ontstaan, omdat die bommen die lagen, die baltopsoefeningen was in juni. Ja. Er is nog een hele interessante geschiedenis die ik in mijn... latere hoofdstukken voor de Nederlandse editie en dan voor het Polen heb verwerkt. En dat is dat er een van de schepen van de Amerikaanse zesde vloot, Paul Ignatius, die is na afloop van de baltopsoefeningen is die naar Estland gevaren voor een zogenaamd vlootbezoek. Vervolgens op de terugweg nog even in Polen geweest, precies op de dag dat de pijpleidingen werden opgeblazen en daarna teruggevaren naar zijn basis in Spanje. Dus er lopen allerlei draden op waarvan je zegt... Ja, nou, dingen die zegt overigens wat anders. Ik bedoel, Simon Hersh zegt, ja, die dingen zijn geïnstalleerd door Amerikaanse duikers. En toen is er een Noors vliegtuig, begrijp ik, overheen gevlogen, die op 26 september de ontsteking tot stand heeft gebracht. Precies. En daarbij zijn van de 8 pijpleidingen, want dat heeft tot enige hilariteit in defensiekringen geleid, van de 8 pijpleidingen zijn er 6 opgeblazen, omdat 2 mijnen gingen niet af. Het is een bepaald type mijn, C4. Ja. En een van de redenen waarom... Dus 2 pijpleidingen zouden nog kunnen werken? Eén van de 4. Oké. Ja. En ik meen dat dat de oude van Nord Stream 1 is, maar dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ja. Maar in ieder geval de reden dat men op 26 september dat heeft gedaan, was omdat er volgens het artikel van Hersh onrust kwam... Van gaan die dingen niet roesten of gaan ze misschien straks niet spontaan? Waarom was Noorwegen bereid om dit, ik bedoel, behalve hun eigen belang? Ja. Maar zij zijn nu schuldig natuurlijk aan het toch wel heel erg zwaar beschadigen van de Europese Unie, met name van hun Duitse buren. Daar zit het niet in, hè? Nee, dat begrijp ik, maar het is wel hun belangrijkste partner natuurlijk. En met name van hun buurman Duitsland. Ja, maar Noorwegen heeft een unieke positie. Namelijk, ze zijn dus eigenlijk het enige Europese land met een, wat dan heet, een sovereign wealth fund. Een soeverein, een aan de staat. Maar waarom heeft een klein land, want er wonen 5 miljoen mensen. Ja, dat zal wel. Maar waarom hebben ze niet gezegd, nou luister jongens, als jullie die pijplijn willen opblazen, dan ga je dat zelf maar doen. Ga je toch niet aan ons. Nee, maar Noorwegen is een pionier op het gebied van onderwaterdrones. Voor civiel gebruik. En hun beste onderwaterdrone is door de Amerikanen omgebouwd voor militaire doeleinden. Want dat is nou eenmaal het Amerikaanse specialisme. En Noorwegen heeft dus niks te maken met de EU, hè, formeel. Is schatrijk geworden door zijn energieleveranties uit de Noordzee. Ja. En is de leverancier van het gas wat door de Baltic Pipe naar Polen stroomt via Denemarken. En zoals ik net zei, op de dag geopend is dat, en ik denk dat dat toeval is hoor, op de dag het grote geopend... probleem is nu dat een Europees land deel is van van de sabotage, toch? Ja, maar kijk, het is nog een hele ander verhaal. Als ik nog lang genoeg leef, dan zal ik een boek schrijven dat heet De Europese Unie, een postscript. En dat je dan eens gaat terugkijken van wat was die Europese band nou eigenlijk? Als je nu bijvoorbeeld ziet dat Macron, ze heeft in hele tamme termen uitgelaten over de noodzaak van een eigen Europese defensie en nog een paar dingen. Hij heeft nu ook gezegd, we moeten de Russische verlangens naar een soort veiligheidssituatie voor hun, moeten we serieus nemen. Nou, onmiddellijk wordt hij aangevallen door Meloni van de nieuwe dame premier van Italië, die dan bejubeld worden in bepaalde kringen. Nou, niet door mij, want ze is extreem rechts. Of nou ja, ze komt uit de neofascistische hoek in Italië. Ja. Maar ze is ook lid van het Aspen Institute. Dat is een van de meest prestigieuze Amerikaanse Atlantische netwerken. Ja. Waarom valt zij in een reden die ze heel... kort na haar aantreden heeft gehouden, waarom valt zij Macron aan? Dat is haar taak op dit moment, zou ik zeggen, om Macron te laten voelen, denken om in de EU krijg je geen poot aan de grond. En zo moet je ook die rol van Noorwegen bekijken. Er is geen werkelijke Europese
spirit. En dat is geen Europese geest waarin wij schouder aan schouder staan in een of ander. We zijn gewoon alleen maar allemaal slaaf van het Anglo-Amerikaanse NAVO-project. Ja. En durven ons dat niet eens, durven ons daar niet eens rekenschap van te geven. Dat is de ongelooflijke tragedie van de Nederlandse politiek die nergens en door niemand benoemd wordt. En jouw vrienden bij de Volkskrant en de NRC. De NRC is altijd officieel de krant van de NAVO geweest. Ja. Dat stond in hun principes en later een beetje afgezwakt, maar niet in de praktijk. Maar je kan toch eigenlijk zeggen dat wat nu wel duidelijk is, dat de Amerikanen achter het opblazen van de Nord Stream zegt, dat eigenlijk gewoon een mes is in de Duitse rug. Ja, dit gaat... Wat is de consequentie daar dan van? Als je nog een titel zoekt, dan zou ik zeggen, wordt het opblazen van de NAVO ook het einde, of het opblazen van de Nord Stream ook het einde van de NAVO? Omdat volgens mij duurt even, zoals altijd in de politiek. En het kan ook via een hele andere kwestie dan, kan het ongenoegen naar boven komen. Maar ja, ik heb al eerder gezegd, wij worden op dit moment geregeerd door zeldzaam incompetente regeerders. En dat is gewoon zodat er niemand in Europa de capaciteit heeft om te à la een de Gaulle, à la een Poetin, om te zeggen, hey, vergeet niet dat de Gaulle in 1950... Jij plaatst Poetin op één lijn met de Gaulle en je vindt dat van een kwaliteit die veel hoger is dan die van de Europese leider. Oh ja. Wie wil je nou, welke Europese politicus, behalve misschien ergens een president van Kroatië of zoiets, die ken ik allemaal niet precies. Nee, ja. Maar welke grote Europese politicus is bij benadering, heeft de visie om uit zijn hoofd een redenvoering te houden die jij ooit zelf ook eens voorgedragen hebt. Ja. Die qua consistentie, kijk, die redenvoeringen worden allemaal geschreven door medewerkers, maar je moet hem wel... je eigen kunnen maken en dat moet jouw visie zijn. Het is duidelijk dat die redenvoering inderdaad die ik zelf heb ingesproken, dat is één is van meer dan een uur, van 21 maart en een van de februari en de ander was van 24 februari van 35 minuten. Ja. En daarin geeft hij absoluut een visie. Een visie. Ja. En een geschiedenis en een historie over de Russische federatie, over wat er gebeurd is, over de Sovjet-Unie, die wij van westerse leiders natuurlijk helemaal nooit krijgen op dat niveau. Waar ze ook niet toe in staat zijn. En wat ik net wilde zeggen, met het voorbeeld de Gaulle, weinig mensen weten nog dat in 1965 het hoofdkwartier van de NAVO was in eerste instantie in Fontainebleau bij Parijs. Ja. En in 1965 heeft de Gaulle gezegd, koffers pakken en wegwezen hier. Kom jij eens vandaag de dag om één Europese leider, West-Europese leider, die bij benadering dat lef zou hebben. Griekenland is ook even uit de militaire organisatie van de NAVO gestapt, net als Frankrijk, in de nasleep van de CIA-staatsgreep die ze daar in 1967 tot 1974 hebben gehad. Op de Gaulle waren, ik meen, 3 of 4 moordaanslagen gepleegd. Door wie? Ja, dat is weer een ander verhaal. Dat is door de OAS. Dat was een, toch niet door de Amerikanen gepleegd? Ja, door de Amerikanen gesteunde organisatie van ontevreden militairen die in Algerije wilden opereren. Ja. Dat was toen beroemde aanslagen met de plasticbommen de hele tijd. Weet je wel, dat de BH van Brigitte Bardot, daar werd ook in verband gebracht met plasticbommen. Herinner ik me nog uit die jaren. Dat vond ik toen als jongen belangrijker dan wat er werkelijk speelde. En die aanslagen waren zo ernstig en het was zo evident wie daarachter zat, dat de Gaulle heeft gezegd, NAVO vertrek hier. En sinds 1965 is het hoofdkwartier dus in Brussel. Ja. Dat moet je weten, want je moet de vraag kunnen stellen, wat was er zo bijzonder aan een persoon als de Gaulle, die hoorde bij de traditionele heersende klasse van Frankrijk, een man met een zeer lovenswaardige rol in de Tweede Wereldoorlog. Toen al zeer gewantrouwd door Engeland, maar vooral door Amerika. Wat is er zo bijzonder aan de Gaulle dat hij zo'n stap kan nemen? Nou, dat het een politicus van kaliber is die Frankrijk vertegenwoordigde.
En die wist, ik heb te maken met de grootste partij, dat waren de communisten in Frankrijk. En ik kan me niet veroorloven om hier als een soort loopjongen van het Atlantische kapitalisme, imperialisme, in beeld te blijven komen. Zonder dat ik op een gegeven moment heel veel last krijg van die partij. Hè. In Frankrijk was het dan weer de ene coalitie, dan weer de andere. Omdat die ene partij mocht natuurlijk niet meedoen, maar dat was wel de grootste. Nou, dat wil zeggen, de Gaulle was een politicus die Frankrijk vertegenwoordigde. Kunnen wij vandaag de dag zeggen dat Rutte een politicus is die Nederland vertegenwoordigt? Nee, ja, hij vertegenwoordigt de NAVO. Hij is bezig om secretaris. Ja, economic forum, noem alles maar op. Ja. Maar dat geldt ook voor Macron. Dat geldt voor, wat is nou Scholz en Baerbock, een oud pornosterretje. Die het had over dat de oorlog in Oekraïne kon alleen maar tot een einde worden gebracht als Poetin een draai zou maken van 360 graden. 360 graden wil zeggen dat je precies op hetzelfde punt uitkomt waar je was. Nou goed, ik zou me misschien ook vergist hebben. Maar bijvoorbeeld de minister van Economische Zaken, Habeck, ook van de Groenen. Ja. Ook een oorlogshitser tot en met. Die de hele Duitse economie failliet laat gaan. Ja. Dat zijn de mensen die op dit moment aan de macht, aan de regeringsmacht hebben. Ja. En zoals Pieter Stuurman ooit prachtig heeft verwoord, de politiek is voor zichzelf begonnen. Ja. Dat geldt voor die mensen ook, maar niet helemaal voor zichzelf, voor Amerika en voor de NAVO. Ja. Nee, maar dat is wel een probleem en dat roepen een aantal mensen ook wel met de kreet nu, dit niet onze oorlog. He? Ja, dat is de juiste leuze. Ja. Dat is de juiste leuze. Nu nog even, we gaan langzamerhand afsluiten. Iets over de teleurstelling van de Russen in Europa als gevolg van de tragedie van Minsk. Wil je daar iets over zeggen? Of is dat toch meer Marie-Thérèse? Nou ja, ik kan herhalen wat Marie-Thérèse heeft gezegd. Namelijk dat in Rusland altijd nog, en zeker ook bij Poetin persoonlijk denk ik, omdat Merkel Russisch sprak en hij Duits. He? Ja. Ik weet niet hoe goed, maar er was toch altijd, vergeet ook niet, dat wordt ook in mijn boek uitgebreid behandeld, dat in 2014, in juli 2014, aan de vooravond van het neerhalen van het vliegtuig, was Poetin in Brazilië. Vandaar dat het boek ook in Brazilië is vertaald, want daar hebben ze interesse in die zaken. Poetin was daar met de staatshoofden van de BRICS-landen om te praten over de BRICS-bank. Amerika was daar helemaal niet van gediend en heeft toen direct nieuwe sancties ingesteld op de 16e. Maar het was ook het einde van de slotronde van het wereldkampioenschap voetbal. En wie was er in Brazilië om daar op de tribune te zitten? Merkel. En Merkel heeft, en die foto heb ik nog gebruikt in een aantal lezingen. Merkel heeft met Poetin toen een principeakkoord gesloten. Om het conflict in Oekraïne alsnog te beëindigen. Met erkenning van de Krim hoort bij Rusland. Het gas zal alsnog worden via Oekraïne worden gevoerd. Oh ja? Ja. En Merkel was bereid om de situatie na 2014, inclusief de annexatie van de Krim, ja, en natuurlijk ook de autonomie van Donetsk en Luhansk, te erkennen. Ja, omdat dat hoefden ze niet apart te besluiten, want dat was al vastgelegd in het eerste Minsk-akkoord door de partijen zelf. En in tweede instantie, begin 2015, is dat vastgelegd met Hollande en Merkel erbij. Maar wat is dan in godsnaam de reden dat eigenlijk zo verschrikkelijk fout is gelopen? Als ze zo dicht bij elkaar zijn. Nou, omdat het was een principeakkoord. Hè. Er stond nog niks op papier. Al waren bijvoorbeeld wel de mensen bekend, bijvoorbeeld de gasportefeuille van dat akkoord, van het Merkel-Poetin-akkoord, zou uitgewerkt worden door Dmytro Firtash. Dat is ongeveer de vierde of de vijfde rijke oligarch van Oekraïne. En hij wordt algemeen gezien als de vertegenwoordiger van Gazprom in Oekraïne. En is ook een tamelijk, voor zover ik kan zien, een tamelijk integere figuur. Dus niet iemand die echt voortdurend betrapt wordt met grote zakken bankbiljetten. Die gestolen heeft. Ja, hij zou dan de gasportefeuille in Oekraïne helemaal regelen. Dat was op 16 juli. Toen is vervolgens Poetin teruggevlogen naar Moskou.
Maar op 17 juli bleek dat de EU niet bereid was om in de ochtend van 17 juli, de Amerikaanse sancties, die hoofdzakelijk op energie waren gericht, om de Amerikaanse sancties... 17 juli, welk jaar praten we nu? 2014. Dat is de MH17 dag. Ja. En op in de middag van 17 juli 2014 werd het vliegtuig neergehaald. Dat wilde zeggen dat diezelfde, ja, hoe dat precies is gegaan, dat weet ik niet. Maar daarmee was het principeakkoord tussen Poetin en Merkel van de baan. Daar hebben we nooit meer iets van gehoord. En later in die week is de EU alsnog tot een unaniem akkoord gekomen. Betreffende de nieuwe Amerikaanse sancties. Daar sloot de EU, die op de ochtend van de 17e nog geweigerd had, vanwege de belangen van Duitsland en Italië als grootste afnemers, om mee te doen met die energiesancties. De 23e juli is de EU alsnog met een nieuwe vergadering gekomen. En toen hebben we gezegd... Ja, we gaan. Zie jij een verband met de MH17 neerschieten? Nou, ook hier geldt weer dat ik me gelukkig kan verschuilen achter iemand anders. Namelijk ene meneer Leonard, zijn achternaam dan. Die is hoofd van de Europese organisatie voor de European... Ik ben even die naam kwijt... Een organisatie voor internationale politiek van de EU. Die heeft een interview gegeven, wat onder andere in het Nederlands is verschenen in Trouw. Waarin hij zei, zonder MH17 zouden wij in Europa nooit mee zijn gegaan met de sancties tegen Rusland. Ja. Omdat die sancties te diep in het eigen Europese vlees sneden, wat nu nog veel erger het geval is. Ja, op dit moment kan je zeggen, de Europese sancties tegen Rusland zijn eigenlijk volledig in ons eigen gezicht ontploft. Ja, en door de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen is het ook onmogelijk gemaakt dat we dat nog herstellen op korte termijn. Dus er is één pijpleiding, maar goed, je moet niet aan mij vragen hoeveel gas daar dan nog doorheen kan. Poetin heeft wel het aanbod gedaan. Hè? Van denk erom, als jullie willen, kunnen we... Kunnen we de zaak herstellen? Kunnen we een deel leveren. Direct leveren en daarna, het kost een, ik heb begrepen... Hij is ook bereid dat nu te doen tijdens de oorlog. Nou, nee. Nu is alles van de baan. Nu is alles van de baan. En dat maakt het ook zo gevaarlijk. Hè? Vergeet niet dat Poetin ook in zijn laatste grote reden, die in een of andere provincie plaats is gehouden, heeft gezegd dat Russische kernwapens niet langer onderworpen worden aan het inspectieregime van de startverdrag. En dat ze op scherp worden gezet. Dus dat... Ja, dat... We zijn met z'n allen bezig om... De Amerikanen, Europeanen zijn begonnen met de Russische roulette. Ja. En de vraag is of de andere kant dat niet beter kan dan wij het kunnen. Ja, nou ja. Men speelt gewoon Russische roulette. Ja. Het is... Kijk, misschien is dat wel mooi als onvergetelijke slotzin. Wat we nu meemaken en waarom het zo gevaarlijk is, is omdat Rusland voelt zich bedreigd. Maar daar heb ik verder niet een inside kijk op. Maar wat ik wel zie, is wat er aan onze kant gebeurt. Wij hebben te maken met regeringen, niet één, maar wel 10, 20, 30, die oog in oog staan met een mogelijke afrekening voor de COVID-crisis. Namelijk het verwoesten van de maatschappij, het vernietigen van grote delen van de economie en vooral het propageren van het inspuiten van tot aan kleine kinderen toe met een levensbedreigende, potentieel levensbedreigende... Het grote probleem is natuurlijk dat een heel groot deel van de bevolking daarin mee is gegaan. Ja, dat is prachtig. Maar het gaat erom dat als de rekening moet worden betaald, zal dat grote deel van de bevolking ook willen weten van, hé, maar jullie hadden ons toch verteld dat dit allemaal veilig was en in het belang van onze gezondheid. Het zijn dus de regeerders en de machthebbers, de medische autoriteiten, noem ze allemaal maar op, die zich zeer bewust zijn, want als wij dat kunnen bedenken zij dat 10 keer zoveel.
die zich bewust zijn van het, dat er een moment van afrekening kan komen. Ja, ja, ja. Voor die, om dat moment te ontlopen, is er eigenlijk maar één uitweg. Oorlog. En dat is oorlog. Namelijk dat jij en ik met onze baby's of kleinkinderen door de straten rennen. En dan zeggen wij niet tegen elkaar, hé, maar hoe zat het nou met wie, vooral met Hugo de Jonge? Die heeft, daar zijn toch 10.000 aanklachten tegen. Begrijp je? Dan is dat onderwerp is weg. Ja. En dat maakt dat is eigenlijk voor jou de hele oorlog ook een soort externe vijand, waardoor je eenheid maakt binnen een land en binnen. Met die verstanden dat je steeds moet zien dat er natuurlijk steeds weer andere krachten zijn die met hun agenda komen. Alleen objectief grijpen nu die twee dingen in elkaar. Dus de reden waarom zo'n Rutte, afgezien even van de mogelijke sollicitatieprocedure bij de NAVO voor hem zelf, dat weet ik niet. Mm. Maar de reden waarom een Rutte als ervaren nationale kantoorbediende / politicus zo trommelt op de oorlogstrom, is volgens mij omdat hij weet, als ik gewoon ga zitten nu en wacht tot wat er gaat komen, dan sta ik straks voor de rechter. Waarom denk je dat een Jacinda Ardern, of hoe ze ook heet, van Nieuw-Zeeland, die heeft gezegd, ik ben moe, is afgetreden? Ja. Dat was een van de grote voorvechters van de lockdownmaatregelen. Ja, die is heel extreem. En van de verplichte, feitelijk verplichte vaccinatie. Ja, ja. Nou, en zo zijn er nog een heleboel mensen. Dus wat dat betreft, zitten we in een zeer gevaarlijke situatie. Ja, oké. Jij maakt nog een andere verbintenis. Dan tot slot nog de kwestie vredesperspectief. Laten we proberen toch iets positiefs te zeggen. Wat zou de Frans-Duitse as kunnen doen? Het herstel van de Minsk akkoorden, of liever gezegd in ieder geval het Normandië formaat wat de Minsk akkoorden ooit tot stand heeft gebracht, om een initiatief te nemen in ieder geval tot een geregelde vrede in plaats van een afslachten van elkaar. Nou, om te beginnen moet er natuurlijk kijk, Minsk, het woord Minsk is best. Is dood. Ja, dat bestaat niet meer. Nee. Het stoppen van de bewapening, dat gaat ook zichzelf stoppen, omdat de voorraden zijn op. Wij hebben geen industrie die permanent 122 mm artilleriegranaten maakt. Mm. Ook Amerika heeft die niet. Dat zijn allemaal voorraden. Die zijn nu geleverd aan Oekraïne en zijn daar opgeraakt. Oekraïne heeft in 1 jaar... een derde van de totale Amerikaanse, ik kan me vergissen in de breuk hoor, maar ik meen 1/3 van de totale Amerikaanse voorraad aan Javelin antitankraketten. Zo'n buis die op je schouder ligt, zo'n soort bazooka, verbruikt. Die zijn op. Lockheed Martin maakt ze wel, maar niet in het tempo dat ze, zoals Oekraïne ze opschiet. Snap je? Dus en de Russen, die hebben die oorlogsindustrie sterker op. Ja, want een van de dingen die ik citeer in die nieuwe bewerking van dat boek, is een artikel van Vershinin voor de Royal United Services Institute. Dat is een soort Brits defensie instituut. Waarin hij dus een vergelijking maakt tussen die Europese politiek van voorraden leegmaken en ook oude Sovjet-tanks die door Tsjechië en dat soort landen geleverd worden aan de Oekraïne. En de Russische industrie die een draaiende wapenindustrie heeft. Die dus nog even, we kunnen het hebben over bewapening en er komt een Russisch offensief aan. Nou, dat betwijfel ik overigens. Hè? Want vergeet niet, kijk, het is geen sportwedstrijd. Dus het is niet zo dat ik mijn weddenschappen afsluit op overwinning van de een of de andere partij. Ja, Rusland zal dit altijd winnen. Maar hoe? Tegen welke prijs? Een Indiase generaal die werd geïnterviewd door John Helmer van Dances with Bears. Die zegt, de Russische legerleiding is unimaginative and pedantic. Dus ze heeft geen voorstellingsvermogen en ze zijn nog praatjesmakers ook. Mm-hmm. Maar zo te zeggen. Pedant. En ik ben bang dat dat een hele juiste analyse is. Er is in die Russische
alles wat slim was en snel succes wilde hebben, is in de zakenwereld gegaan. Dus in die zin is het ook de... Maar waar ik mee zit, bedoel, we kunnen het hebben over de oorlog, over de generaals en de oorlog en of dat goed gevoerd wordt. Maar daar, wij zijn ook niet echt militair deskundigen natuurlijk. Wat zie je als perspectieven voor vrede? Dat vind ik eigenlijk toch een belangrijk... Een volledige nederlaag en capitulatie door Oekraïne. En dan hopelijk... Wat zou er dan gebeuren? Gesteld dat Oekraïne zegt, luister, we zijn er, we houden het gewoon niet. Nee. Er zijn zoveel slachtoffers, het Russische leger... Dat hebben ze al twee keer gezegd, hè? Ze hebben al twee keer waren ze bereid, in maart 2022 en nu onlangs weer door de bemiddeling van die Bennett van Israël. Maar ze worden gewoon door de Amerikanen... En Britten, Britten vooral. Hè? Amerikanen en Britten gedwongen en om door te gaan. Ja. En dan wordt meneer Zelensky wordt voor de camera omhelst en dan krijgt hij weer een paar tanks mee. Nou, voorlopig is gebleken dat niks van die tanks eigenlijk leverbaar is. Maar daarbij krijgt hij miljarden om ambtenaren te betalen. Ja, en pensioen. Maar hij wordt allemaal gewoon afgekocht. Dat heet proxyoorlog. Ja, precies. Ja. Maar jij ziet eigenlijk alleen maar een perspectief in dat de hele boel in elkaar zakt in Oekraïne. Ja. Wat gaan de Russen dan doen, denk je? Nou, het land opdelen. Namelijk een aantal provincies tot en met Odessa in het westen en Kharkov in het noorden, die nu nog... De echte Russische provincies worden Russische provincies worden Russisch. Dat is eigenlijk een verlaten uitvoering, maar dan een verstandige versie van de boedelscheiding van 1991. Ja. Waarin van de ene dag op de andere de mensen opeens in het buitenland wakker werden. Ja. En het romp-Oekraïne, dus zeg maar het noordwesten, dus Kiev tot en met Lviv. Dat denk ik, maar ja, dit is zuiver toekomst. Nee, dat denk je? Ik denk dat vergeven gaat worden aan Oekraïense burgers, type Medvedchuk, jou wel bekend, de leider van de oppositiefront voor... Ja, maar dat zijn Russische Oekraïners, die komt uit Oosten. Nee, maar dan zo iemand, dan een vertegenwoordiger die tekent... Geen lidmaatschap van de NAVO, geen lidmaatschap van de EU, omdat dat weer... Nou, dat mag ook nog, want de EU laat je ook stikken. En dat hebben we gezien met dat associatieakkoord. Bleek dat na een half jaar het contingent van de honing die Oekraïne onder dat akkoord mocht exporteren naar de EU, was dat contingent al bereikt. Dus toen zaten ze met een enorme voorraden honing die bestemd waren voor de EU. Maar de EU zei nee, niet te veel, want wij hebben onze eigen honing. Ja, precies. En dat geldt ook voor zonnebloemen en alles maar op. Yeah. Dus, maar de Russen zullen... ben ik bang, nog een lange bloedige strijd het winnen. En aan romp Oekraïne, wat dus overblijft als een soort Slowakije zonder toegang tot de zee, een regering opleggen die het daar zelf mag uitzoeken. Want zij hebben natuurlijk de ervaring van na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat nog jarenlang een guerrilla is gevoerd tegen de Sovjet. Ja, ze willen. Poetin wil helemaal geen gebieden bezetten die niet pro-Russisch zijn. Precies, dat is ook het bijna komische, tragicomische van die uitspraken van de zogenaamde experts. Die zeggen: Poetin wil een groot Russisch Rijk. Ja. Dat is natuurlijk flauwekul. Wie wil nou vandaag de dag een gebied erbij met een bevolking die jou niet wil? Ja, met alle aanslagen, alle problemen van die. En dat gebied is ook nog corrupt en straatarm. En daar moet je heel veel aan doen. Mag jij bijbetalen? dus ze willen Mariupol wel opbouwen. Nee, maar dat is gewoon... Ze denken, kijk, die deskundigen en die media is zo gebrainworst. Ze zitten in hele oude patronen. Enorme agressie die ze projecteren in het gezicht van meneer Poetin. En ze veronderstellen allerlei dingen die van geen kant kloppen. Dat is de kern van het verhaal. Maar goed, dat is de enige vredesregeling die jij zou zien. Dat ze de boel in elkaar zakt en dat de Russen dat opleggen. Ik kan me geen andere voorstellen. Alle andere is wensdenken. Is geweest. Hè? In maart 2022 was het mogelijk geweest om tot een vergelijk te komen. Maar dat zou dan ook ongeveer zo hebben uitgezien.
namelijk afstaan van die provincies. Kissinger was daar toen voorstander van. Het afstaan van een groot deel van het grondgebied. Is niet de werkelijkheid dat je op een bepaald moment, misschien ook na een periode van jaren, op een bepaald moment een soort verstild front krijgt en dat men maar aanvaardt dat dat de frontlijn is en dan die frontlijn wordt langzamerhand een bevroren conflict. Ja. Ja, maar kijk, je moet niet vergeten dat de Russen hebben ook mensen verloren. Hè? Ik schat 10, 20.000. Ja. En de Oekraïners hoeveel volgens jou? Nou, wat ik gehoord heb, 100.000 of meer. Ja. En die worden nu afgeslacht. Ik weet niet of dat wel zo is. Ja, die verschillen zijn zo groot, denk je? Ja, want kijk. Die 10, 20 komt mij reëel over. Oekraïne had een leger van 250.000. Doden, hè, praten we over. Je hebt ook nog mensen die zonder benen enzovoort. Ja, ja, en met shell shock naar huis komen. Verschrikkelijk. Dus als het nu zo is dat er filmpjes circuleren. Waar je ziet dat jonge jongens worden geronseld op straat. Nou, niet geronseld, gewoon opgepakt op straat en van huis gehaald. Met geweld in een busje gestopt. Of met huilende moeders en zo erbij. Ja, Oekraïense jongens. Je ziet dus filmpjes ook van jongens van een jaar of schat ik 16. Die een mortier, dat is niet zo moeilijk. Die laat je erin vallen en dan knalt hij. Ja. Kijk, als je je wapens in handen moet geven van die leeftijdsgroep, dan wil zeggen dat de echte soldaten op zijn. Of bijna op. Het is verschrikkelijk. Daarom zeg ik, Oekraïne wordt geofferd door een cynische oorlogsmachine die vanuit het Westen wordt aangedreven. En via de politiek corrupte, incompetente Europese regeringen is de NAVO, de kern van de NAVO, hè, dus Canada, Amerika en Engeland, is bezig om via die incompetente regering van Europa Oekraïne langzaam maar zeker op te stoken. En alleen in Oost-Europa is het eigenlijk alleen Polen. Ik moet je ook zeggen dat ik weet niet of ik helemaal roep dat het allemaal corrupt en dingen is, maar het cynisme waarmee Europese leiders en het naïef enthousiasme en ook Amerikaanse leiders daar komen en die Zelensky en zijn club aanzetten om die oorlog maar door te voeren, ja, met die tienduizenden slachtoffers, is natuurlijk gewoon eigenlijk afschuwelijk. Ja. Oh, ja. En die hele economie is ingestort. Ja. Dat is in feite, hè. Volgens de Oekraïnse Centrale Bank was in 2022 werd geschat dat het nationaal inkomen met 1/3 was verminderd. Nou, wat denk je dat er nu nog over is? Nu de elektriciteit, Maar hoe denk je dat een fabriek nog aan zijn energie kan komen om iets te maken? Dus in die zin ziet het er echt somber uit en is er ook niet meer echt voorstelbaar. Zeker omdat de regering niet een vertegenwoordiging is van krachten uit de maatschappij. Maar de regering is een zuiver verlengstuk van de NAVO-EU-politiek. Daardoor mist die regering ook het vermogen om in de bevolking als het ware krachten los te maken. Van nou, laten we proberen een vergelijk te vinden. Die basis hebben ze niet. Ze hebben zelfs, Kolomoisky is aan de kant geschoven, de oligarch. En ja, patroon van Zelensky is aan de kant geschoven nadat hij tot 2 maal toe had gezegd. Er zit voor ons niks anders op dan onderhandelen met Rusland. Dat is zijn doodvonnis geworden. En de reden waarom hij dat zegt. Dat betekent, dat is gewoon zo taboe in Oekraïne en bij de NAVO. Bij de NAVO. Ja, niet in Oekraïne. In Oekraïne, wat zich daar. Het schijnt dat op dit moment het boeddhisme in opmars is. Onder de Oekraïnse bevolking. Ik weet niet in hoeverre. De Oekraïnse bevolking, ja, is het eigenlijk langzamerhand over één ding eens. De oorlog moet direct stoppen. Ja, natuurlijk. Als jij in de kou zit daar. Ze krijgen nog een paar maanden winter. Hartelijk dank voor het gesprek. Jij bedankt.